Gordon, de veelzijdige entertainer, onthulde onlangs in het radioprogramma de perstribune dat hij binnenkort geopereerd zal worden aan een gescheurde meniscus. De 55-jarige artiest deelde de oorzaak van zijn blessure, waarbij hij uitlegde Ik heb een scheur opgelopen toen ik met mijn knie tussen een tafel en stoel zat en mijzelf draaide. Ondanks een paar maanden van relatief welzijn, ervaart Gordon periodiek het ongemak van zijn blessure. Hij onthulde, elke drie, vier maanden schiet het eruit. En dat is de hel? kan ik vertellen. Op dit moment maakt hij gebruik van krukken terwijl hij de operatie afwacht. De precieze datum van de operatie blijft nog onbekend, maar Gordon houdt de humor erin en grapte: "Maar ik laat de rest gelijk ook doen." Dit is niet de eerste keer dat Gordon te maken heeft met problemen aan zijn meniscus. In 2014 liep hij een knieblessure op tijdens de opnames van Geer en Goor, waar hij op een bananenboot in Turkije zat. Naast zijn fysieke uitdagingen deelde Gordon ook zijn gevoelens over zijn status als een bekend mediapersoon. Hij bekende dat het moeilijk voor hem is om te wennen aan de constante aanwezigheid van cameraploegen die buiten op hem wachten voor een paar quotes. Hij uitte zijn verwondering met de woorden: Dan denk ik: Heb je niets anders in je leven? Ga wat doen? Wat wil je van me horen? In hetzelfde radioprogramma onthulde Gordon ook dat er geen nieuwe televisieserie van hem op de buis komt. Hoewel hij recentelijk benaderd is met een plan, heeft de 55-jarige zanger ervoor gekozen om dit aanbod af te slaan? Een beslissing die de veelzijdige artiest duidelijk en onverschrokken communiceerde tijdens de uitzending.